Hallo, leuk dat je kijkt. Goed licht is heel belangrijk als je wil gaan tekenen en schilderen, want in het donker is dat het zo lastig, hè? En we zijn dus natuurlijk vaak aangewezen op kunstlicht. En ik was al een tijdje van plan om daar eens een video over te maken van op wat voor dingen kun je nou zoal letten als je daar bij kunstlicht staat te schilderen of te tekenen. En toen kreeg ik een paar weken terug een mail van Elgato. Dat is eigenlijk een fabrikant van hardware voor streamers. He, dus ze hebben dingen zoals panelen waarmee je makkelijk tijdens een livestream dingen kunt overschakelen tussen camera's en dergelijke. Maar ze maken ook verlichting en ook microfoons en dat soort dingen. En zij vroegen mij of ik eens een verlichtingsset wilde uitproberen om te kijken of dat misschien ook iets is voor kunstenaars. He, dus voor ons als schilders. En tekenaars. Dus ze hebben mij zo'n set opgestuurd en die mag ik testen en die mag ik ook houden. Dus het is ook wel een vorm van sponsoring, maar ik mag wel mijn eerlijke mening vertellen. Anders dan vind ik het zelf ook niet leuk, dan doe ik het niet. En ik dacht, ja, dit kon wel eens wat zijn. En waarom? Nou, omdat dat soort lampen dat zij maken, dat zijn LED-lampen. En ik zal hem even deze even draaien. Kijk, je ziet het direct. Het is een heel mooi soort van egaal zachte verlichting. En het verschil met LED-lampen die ik zelf altijd tot nu toe heb gebruikt, is dat de LED-lampen aan de zijkanten zitten. Dus die schijnen eigenlijk indirect. Daardoor krijgen ze een mooi egaal vlak. En die oude LED-lamp, daar zie je hier dan een shot van. Daar zie je allemaal van die stippels. Hè? Daar zie je al die ledjes echt zo zitten. En dat geeft een wat minder egaal effect. Daar komt dus bij dat je deze lampen kunt instellen. Dus je kunt de intensiteit van het licht instellen, maar ook de temperatuur. Dan ga ik eerst eens even zo'n keylight eruit halen. Hier is een quick start guide, dus een handleiding van hoe je het snel kunt opzetten. Kijk, netjes verpakt. Oké, dus dat is... Het ziet er zo uit. Als je zo'n keylight normaal bestelt, is dit dus wat je krijgt. He, dus de lamp en een ding om hem mee aan een tafel of een bureau of iets te bevestigen. En de lamp heeft aan de onderkant een gaatje waar dat schroefdraad van deze kop in kan. Kijk, die kop die kan dus kantelen. Die kun je natuurlijk vastzetten achteraf. Dus je kunt hem hier zo in de onderkant doen en dan kun je hem er zo indraaien. Maar verder kun je hem dus in hoogte verstellen natuurlijk. Dus als ik deze hoogte wil, nou, dan draai ik hem zo vast. Dus hij kan vrij hoog. De minimale hoogte is 55 centimeter en maximale hoogte is 125 centimeter. Nou kun je met deze zwengel, hè, dan kun je hem natuurlijk aan een tafel of een bureau klemmen. Je ziet dat je best wel dikke planken kun je hem er nog steeds aan bevestigen. Hij heeft best een wijde opening. Nou, dan verder zit er een stekker bij. Dan moet je even de juiste stekker voor ons land natuurlijk erop doen. Dat is natuurlijk deze. Nou, dan pak ik nu even de heavy base uit. Schroefjes erbij. Warning, this base is built like a tank. Handle with caution. Dus ja, dat is een zwaar ding. Dat is echt heel zwaar. En dan moet je dus zorgen dat je dat niet op je voeten neer laat komen natuurlijk, hè. Er zitten van deze schroefdingetjes bij om die klem hiervan af te halen, van die poot. Ja, dus dit is het eerste schroefje, er zitten er twee in. Dan zit er nog een grote schroef in het midden. Die kun je losdraaien met die grotere draaidingest. En voilà, nu is dit ding dus los. Zou ik beginnen met die twee kleine schroefjes er weer in te zetten aan de zijkant. Want die middelste schroef, als je die paal erop zet, is die middelste schroef natuurlijk makkelijk te vinden. Maar die twee schroefjes aan de zijkant, die zijn wat lastiger. En dan moet je ze niet te strak draaien. Dat staat in de handleiding ook hoor. Dus dikkere schroef in het midden, doe je die in dat gaatje. En dan draai je gewoon dat balhoofd, schroef je er zo in. En dat is het unieke van dit ding, denk ik. En ik denk dat het daarom wel eens heel geschikt voor ons kan zijn als tekenaars en schilders. Omdat die zo lekker flexibel is. Je kan er eigenlijk alle kanten mee op. Maar je kan hem ook van bovenaf zo laten schijnen. Dus dat is heel mooi. Nou, dat snoertje kan gewoon hier onderin. Oké, en dan doen we hem aan natuurlijk. Nou, kijk eens aan, hoe leuk. Nu gaan we eens kijken naar die Keylight Mini. Dus het is hetzelfde ding, maar dan natuurlijk in een kleinere variatie. Hè? En die Keylight Mini is heel geschikt voor als je met een webcam filmt. Hè? Dus dat je jezelf beschijnt. Maar het kan dus ook heel goed zijn dat het voor kleine werkstukken ook een fijne lamp is. Er zit een accu in. Dus ik kan hem nu aandoen. Draadloos zal ik maar zeggen. En natuurlijk kan ik ook deze. Die kan ik weer aansluiten op zo'n statief. Het is hetzelfde als dit. En als die dan aan is, kan ik ook nog hier op de zijkant zit een scrollwiel. Daar kan ik instellingen mee veranderen. Bijvoorbeeld de lichtsterkte, maar ook de kleurtemperatuur. Dus als ik hem één keer indruk, kijk. Nu is die niet zo fel, zie je wel. En als ik hem feller wil maken, doe ik hem plus. En zie je, dan kan je hem
veel feller maken. Druk ik hem 2 keer in, dus 1, 2, dan kan ik de kleurtemperatuur aanpassen. Zie, dus nu is die heel fel en hij is heel warm. En dan draai ik het scrollwieltje naar de koele kant in dit geval. En zie, dan krijg je koeler licht. En een volgeladen batterij gaat 4 uur mee. Nou, er zit een laadkabel bij. Hè, de ene kant, dit ding, dat gaat hierin. En de andere kant is USB. Dus je kunt het laden in een computer of wat dan ook. En natuurlijk ook gewoon in een stekker. Die stekker wordt trouwens niet meegeleverd. Dus die moet je dan wel zelf eventjes al hebben of aanschaffen. Bij die kleine, bij de Keylight Mini, kan je dus de lichtsterkte veranderen. Dus door op die knop te drukken en ook de kleur van het licht. Maar je kunt ook een app downloaden op je telefoon of op je computer. En daarmee kun je het heel makkelijk aanpassen. Dat gaat makkelijker dan met die drukknop. En bij de grote heb je die app zelfs echt nodig. Dus die moet je daarvoor gebruiken. Dat ding dat werkt op wifi. Deze dus ook. Maar goed, ik zal het even hier laten zien. Ik heb die app dus hier gedownload. En dan zie je van die schuifregelaars. Hey, je ziet de Elgato Keylight en de Keylight Mini. En je ziet de schuifregelaar voor de intensiteit van het licht. Hè? Dus hoe licht of hoe donker het moet worden. Dat is die. En die andere is dus voor de temperatuur. Spreekt allemaal wel voor zich, hè? Maar kijk. Voor ons schilders is dit bijvoorbeeld veel te warm licht. Dat is niet fijn werken, dat verstoort je kleurperceptie. Maar met dit systeem heb je dus de keuze. Kijk, nu staat hij op 2900K, maar hoe hoger dat K-getal, hoe koeler het wordt, het licht eigenlijk. En 7000K, dat is wel weer erg cool wat ik hier nu heb. Maar je kunt dus ook zeggen van, ik ga ergens rond de 5600K zitten. Dat is een redelijk neutraal soort daglichtkleur, zal ik maar zeggen. He, dus dat is voor ons als tekenaars en schilders ideaal. En dat zal ik ook even laten zien. Dus ik leg even die laptop aan de kant. Als ik nu dus hier een foto neerleg, krijg ik een hele goede natuurgetrouwe weergave van de kleuren. Dus dat werkt heel erg mooi. Nou ga ik 1 van de 2 even uitzetten. Even kijken hoe dat werkt als ik iets ga natekenen. Dus even kijken. Deze zet ik uit. Zo. Maar als ik nu dus wil gaan tekenen, ik heb hier nog zo'n klem liggen, heb ik eigenlijk heel mooi licht om bij te werken. Dat is eigenlijk ideaal. Nou, dus voor tekenen vind ik dit dus sowieso vind ik een heel fijn soort licht. Nog even 1 keer, omdat dat zo leuk is, hè, om te kijken naar kleur. Wat voor invloed de omgevingskleur heeft op wat we zien. Ik hoop dat de camera dat goed laat zien, maar kijk, hier heb ik hem dus op warm. Hem even heel fel zetten ook, zo. Kijk eens. Dan wordt het allemaal meteen veel te warm. En het papier ziet er nu voor mij geel uit. Maar het is geel-oranje wat ik hier zie. En bij 5600K, zoals hier, dan is het mooi neutraal. Ja, je kunt het dus nog koeler maken. Maar ja, dat zou ik niet doen, want dan wordt het dus juist weer te koel. Maar wat natuurlijk ook wel tof is, ik bedoel, ik maak best wel eens ook foto's van dingen. Dat ik een stilleventje in elkaar zet en dat ik daar dan een foto van maak. En nou, bijvoorbeeld zoals ik hier nu deze kop zie, dat is echt fantastisch. Deze op sterk zetten. En dan zet ik hem eens op warm. Dan zal ik eens even een foto maken, die zal ik erin monteren. En dan moet je eens kijken wat ik zie. Zie, dan kan ik heel leuk spelen met het licht. Dan zal ik hem eens even wat koel zetten. Dat is gewoon gaaf. Nu wordt de vraag, hoe gaat dat als we gaan schilderen? En dat is altijd even een beetje rommelen. In mijn geval heb ik het liefst een beetje strijklicht. En dat komt ook omdat ik het ook wil filmen. Dus ik maak tutorials. Waar zal ik hem eens plaatsen? Ik begin maar eens gewoon, ik ga het gewoon uitproberen. Hè? Dus ik zet hem eerst maar eens hier neer. Ja, gewoon met die klem aan mijn bureautje. En die heavy base met deze arm, die komt nu tot deze hoogte. Had voor mij iets hoger mogen zijn. Maar ik kan die lamp ook altijd hier afschroeven en op een ander statief zetten. Want het is met een gewone statiefkoppeling, dus ik kan hem ook op een ander ding doen. En ik kan hem natuurlijk ook op een voorwerp zetten. Ik heb, als je een klein kastje hebt of zo, kun je hem daar ook op zetten. Want wat is nou eigenlijk belangrijk als we schilderen bij kunstlicht? Ik heb wel eens gekeken en er zijn heel veel weer verschillende meningen over op internet te vinden. De ene zegt van het moet per se van links komen, de andere moet van rechts of van boven. En daarom dan denk ik altijd maar van, dan gebruik ik wel gewoon mijn boerenverstand. Want ik weet het zelf ook niet. Ik heb in verschillende ruimtes gewerkt. En elke keer deed ik het toch net weer iets anders. Dan was ik gewoon een tijdje aan het uitvogelen van, hoe krijg ik het nou voor mekaar dat het er voor mij zo prettig mogelijk uitziet als ik aan het schilderen ben. Maar een paar dingen zijn wel belangrijk. De hoek waaronder de lampen op je doek schijnen.
Dat is belangrijk. De temperatuur van het licht is heel belangrijk. En ook hoe intens de lamp schijnt. Hè? Hoe intens het licht is. En hoe dicht het op je doek staat. Dat soort dingen. Dat zijn allerlei factoren die een rol spelen. Om te beginnen, ik heb dat hier nu in deze opstelling zo. Ik zal even aan de kant gaan. Maar hier staat een ledlamp. En hier. En die schijnen in een hoek van ongeveer 45 graden richting mijn doek. En dat zorgt ervoor dat het licht een beetje zo over mijn doek strijkt. En dat licht komt ook overal. Dus want het is altijd even rommelen. Als je maar één lamp hebt, probeer er dan wel voor te zorgen dat die het hele doek bestrijkt. En niet dat het hier heel licht is en hier heel donker, bij wijze van spreken. Maar dat is ook wel een beetje logica, maar dat is ook even een beetje uitvogelen. Dus als je één lamp hebt, is het soms ook handig, dus inderdaad, om hem schuin van boven op je doek te laten vallen. Maar kijk dan ook weer uit, hè, dat hij niet alleen de bovenkant van je doek belicht en de onderkant dan weer niet. Dat soort dingen. Ik heb even ingezoomd, want een ander belangrijk ding is de afstand tot het doek. Kijk, als ik één van de lampen dichterbij breng naar het doek, dan kan het zijn dat het wat verblindend wordt als ik eens naar sta te kijken. En dan krijg je zo'n soort schijnsel op je doek. Dat is niet fijn. Dus zoek ook even naar een geschikte afstand. Niet te dichterop, natuurlijk ook niet te ver weg, want dan werkt de verlichting natuurlijk weer niet optimaal. Dus het is echt een beetje rommelen. Een ander ding is heel belangrijk, is de intensiteit van het licht. He, dus als je lampen hebt waarbij je de intensiteit kan regelen, dus hoe sterk of hoe zwak die straalt, dan kun je daar ook nog mee rommelen. En kijk, ik kan dat met deze lampen dus doen. Dus als ik hem nu ineens heel hoog zet, zie wat er gebeurt. Het nadeel is alleen dus dat een camera zich vaak meteen daarop aanpast. Maar ik denk toch dat je wel kunt zien van dat ding wordt nu eigenlijk veel te licht voor mij. En dat werkt dan nu een soort verblindend. En ik kan ook de kleuren en dergelijke niet zo goed meer inschatten. Maar dat kun je dus alleen ook zien als je zelf bezig bent door dat in te schatten. Dan een ander heel belangrijk ding, en dat is de temperatuur van het licht. Je kunt tegenwoordig heel mooi daglichtlampen kopen. En dan hebben we het over lampen van iets van 5000 tot 5600 Kelvin, zoiets. Dat zijn fijne lampen om bij te schilderen. Dat zijn fijne lichttemperaturen om bij te schilderen. En dat zal ik even laten zien. Ik kan namelijk hier bij deze lampen de temperatuur aanpassen. Dus ik zet ze nu op heel warm. En dan zie je dat alles een beetje oranjeachtig wordt. En dan wordt het dus lastiger om kleuren in te schatten. Maar ook hier geldt trouwens weer, de camera zoekt altijd wel weer naar een bepaalde balans om er nog iets fraais van te maken. Dus in het echt is het effect veel sterker dan wat je nu op de camera ziet. Ja, dat is een dingetje, dat is lastig om te laten zien met camera's. Nu zet ik hem even naar heel cool. Zie hoe snel de camera daar eigenlijk weer een balans in zoekt. Maar je zag heel even wat er gebeurde, hè. En dit is dan te cool eigenlijk, maar ergens hier 5600K, dat vind ik zelf altijd mooi. Ergens, ja, dat is ook een beetje 5500, 5600, ach ja. En zo precies luistert het nou ook natuurlijk allemaal weer niet, hè? Tenminste voor de meeste mensen niet. Voor mij ook niet hoor. Maar dat zijn dus belangrijke dingen. Wil je nou maar gebruik maken van maar één lamp en je wil hem van de zijkant over je doek laten strijken, dan is het natuurlijk aan te raden om die lamp aan de kant te zetten waar je dus niet je schilderarm hebt, zeg maar. Dus ik ben links. Kijk, als ik dus deze uitzet en ik ben links en ik sta zo te schilderen, dan zie ik hier nu de slagschaduw van mijn arm natuurlijk. Dat is niet fijn. Dus in mijn geval, als ik één lamp heb, dan doe ik juist de rechterlamp aan. Dan zit ik niet in mijn eigen slagschaduw te werken. Ik heb dan hier nu wel een slagschaduw, maar daar heb ik geen last van, want ik ben hier bezig. Dus dat is ook nog iets om rekening mee te houden. En nu ga ik dus in deze video meer vertellen over deze verlichtingsset, want ik mocht het testen, zoals gezegd. En ik ben er heel erg over te spreken. En waarom is dat? Omdat op alle gebieden waar ik het net over had, kun je heel makkelijk deze lampen aanpassen. Dus je kunt, ze worden geleverd. Die keylights tenminste, die worden geleverd met een statief met een klem. Die kun je heel makkelijk op een object klemmen. En wil je hem niet klemmen, maar wil je hem op een standaard, dan is er een losse standaard verkrijgbaar. Maar je kunt het dus heel makkelijk ergens aan klemmen. Je kunt hem verticaal klemmen of horizontaal. En dan zit er een balhoofd op waarmee je die lamp in alle gewenste posities eigenlijk. Je kunt hem ook zo doen. Oh, een beetje voor de camera zo. Kijk. Staand.
Of zo, of schuin naar beneden. Als je dus als je hem boven je tafel wil laten schijnen. Dat kan allemaal heel makkelijk. Dat is één. Dus het positioneren van die lampen is makkelijk. Maar ook dus het regelen van de intensiteit en van de kleurtemperatuur. Dat gaat heel makkelijk. Dat gaat met software. Een link naar die producten staat trouwens ook in de beschrijving van de video. Ik mocht ook de kleine keylight testen. En die is dan weer handig voor mensen die weinig ruimte hebben en klein werken. En dan kunnen we bijvoorbeeld, en die werkt op een accu trouwens, dan kunnen we bijvoorbeeld van boven laten schijnen op je werkstuk. En dan kun je ook de kleurtemperatuur en de intensiteit aanpassen. En het werkt ook heel goed. Die wordt wel geleverd trouwens zonder iets van een statief of zo. Dus die moet je dan wel los nog even aanschaffen. Dus als je hem ergens aan wil ophangen. Maar bij Elgato hebben ze allerlei verschillende bevestigingsmaterialen eigenlijk. En schilderen bij kunstlicht heeft dus ook zo zijn voordelen. Hè? Want als je een goede lampenset hebt, dan heb je altijd hetzelfde soort licht. Dus je hebt de hele tijd, hè, dat is anders dan wanneer je bij een raam gaat zitten. Dan komt er de ene keer koel licht binnen, de andere keer warm licht. Dan vliegt er weer eens een wolk voor de zon en dan heb je weer een heel ander soort licht. Hè? Dat verandert constant. En met lampen kun je dat zelf bepalen. Maar nu komt het, en daar ben ik vooral heel benieuwd naar. Want als er iets toch lastig is om te filmen, dan is het wel olieverf. En dat is ook, olieverf glimt namelijk heel erg. Het fijne van acrylverf is dat het altijd mat is, dus dat glinstert het niet zo. Maar nou pak ik even wat olieverfschilderijen. En dan gaan we eens kijken wat er dan gebeurt. Zo zelf heb ik heel weinig last van glinsteringen. En het lastige van olieverf is altijd, hè, dat als ik het voor mezelf goed neerzet, dat het niet glinstert voor mij, dan glinstert het vaak voor de camera. Maar ik zie nu op de camera dat het er ook eigenlijk heel goed uitziet. Ik zal even laten zien wat ik bedoel. Als ik het dus anders neerhoud bij mijn andere verlichting, zie je dit? Dat glimt als een gek. En dan kan ik dus niet goed opnemen waar ik mee bezig ben. Kijk, nu heb ik dus die andere lampen even uitgedaan. Ik heb die lamp die ik altijd gebruikte, heb ik aan laten staan. Ik zet die lampen weer even aan. Dan kun je heel mooi het verschil zien. Deze en die. En dan doe ik die LED-lamp uit die ik al had. Dat is toch wel andere koek, hè? Nou, en nu heb ik het hier zo donker mogelijk gemaakt. Hè? Eventjes geprobeerd en gewoon een donker zolderkamertje waar je lekker wil gaan tekenen of schilderen. En nu heb ik dus gewoon de gewone keylight. He, dus niet de mini, maar die iets grotere. Die heb ik ook wat hoger gedaan. En op 5700 Kelvin weer, of 5600. En dan ga ik gewoon eens kijken hoe dat bevalt. Maar ik zie nu dus al, dat ziet er gewoon top uit. Hè? Dat kun je op de camera ook wel zien waarschijnlijk. Kijk hier, die kleuren, dit zijn de primaire kleuren. Dat ziet er volgens mij gewoon goed uit, voor zover ik dat zo kan zien. Ik ga gewoon eventjes wat doen. Even iets simpels. Gewoon eens kijken. Geel, een beetje oranje-geel. Oranje, rood, magenta. Nou, even goed schoonmaken, want we weten, hè, ik moet absoluut geen geel in mijn volgende mixture krijgen, in mijn volgende mengsel. En waarom doe ik dit nou? Omdat ik dit altijd leuk vind om te doen, dat ten eerste. Ik kan daar geen genoeg van krijgen. Gewoon kleurencirkels en niks heel bijzonders. Hè. Gewoon, ik bedoel, ik ga niet uitzitten rekenen bij welke kleur ik precies allemaal wat moet hebben. Dat interesseert me niet. Het gaat me gewoon even om mooie kleuren. Het aantal stappen maakt me ook niks uit. Maar dan ben ik dus gewoon benieuwd en dat kan ik het beste zien achteraf natuurlijk. Nu kan ik het niet goed zien. Of die kleuren mooi filmt. En nogmaals, ik gebruik nu mijn goede camera trouwens om mezelf daar van de zijkant te filmen. En die camcorder, dat is eigenlijk maar gewoon een standaard dingetje. Maar ik heb al het idee, als ik het zo zie, dat die kleuren prachtig oppikt. En dat is ook hoe ik het hier zie. Ik zie, het is echt heel mooi. Maakt niet zoveel uit. Nou, ik ben benieuwd. Ik hoop dat dat er mooi op staat, want het ziet er hier echt heel mooi uit. Dus dit is eigenlijk gewoon
Heel fantastisch. Zelfs, kijk eens, zo'n kliederig poetsdoekje. Waarschijnlijk ziet dat er ook mooi uit op de camera. Kijk eens. Dat zijn toch mooie kleuren? Kijk, ik zal dan nog eens even wat uit mijn prullenbak halen. Kijk, hier. Mooi, hè? Ik kan allemaal zo het museum in eigenlijk. Nou ja, zo kan de mens maar doorgaan. Maar het ziet er toch leuk uit zo, hè? Mooie kleur, hoor. Maar goed, er is nog iets heel gaafs met deze lampen natuurlijk aan de hand. Doordat ze dat zachte licht geven en doordat je de kleurtemperatuur mooi kunt instellen op heel neutraal, kun je je werk ook perfect fotograferen. Dus ik belicht hem met strijklicht van beide kanten, maar van één kant kan ook. Of je kunt ook schuin van boven misschien doen. Dat moet je een beetje uitvogelen. Maar ik ga dit gewoon even proberen en dan zal ik de foto even inmonteren zo dadelijk. He, want fotograferen van je werk, dat is altijd ook nog wel een lastig dingetje. Nou, dat ziet er volgens mij perfect uit, dus dat is goed. Nou, dat is natuurlijk best wel gaaf. En nou ga ik het nog even proberen met alle andere lampen uit. Even kijken hoe dat uitpakt. Zie, lekker donker weer. Gaan we weer hoor. Ja, is perfect. Kijk, ik krijg gewoon nog steeds een... Ik krijg gewoon steeds een perfect plaatje. Zo, ik zal nog even aan dit olieverfschilderij een beetje doorgaan. Voor het eerst met deze nieuwe lampen. Ik ben gewoon benieuwd. Maar dit is in ieder geval al fijn. Ik kan mijn schilderij gewoon goed zien. En de camera ook tenminste. Ik heb hem nu wel redelijk ver uitgezoomd. Maar het is tenminste iets. Ja, dat is wel goed. Nou ja, het schildert in ieder geval hartstikke lekker. Ik was er helemaal stil van geworden. Even kijken. Ja, het schildert echt heel erg fijn. Zo met het licht. Heerlijk. Wat is dat nou weer voor kleur? Even kijken hoor. Zoiets als dit. Nou ja, in ieder geval, het is echt gewoon lekker werken. Ik heb helemaal lekker geen last van spiegelingen met de olieverf dus zelfs. Dus ja, ik ben tevreden. Dus ben je nog op zoek naar echt mooie lampen, dan kan ik je deze sterk aanbevelen voor groter werk. Dus zo'n lamp, of misschien zelfs twee. En voor kleiner werk kun je dus die Keylight Mini nemen. He, dan kun je van bovenaf laten stralen. Moet je wel even erop letten dat je dan een accessoire ook koopt waar je mee kan klemmen of hangen of iets. En, want die zit daar dus dan niet bij. Ik ga hier lekker mee werken. Dit is fantastisch voor mij, voor mijn tutorials en voor mijn eigen werk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.